Yo, kijkers, morgen kijkers, we zijn naar een nieuwe episode van City Skylines. Vandaag zijn we weer in onze mooie stad die ik nog steeds geen naam heb gegeven. Vorige episode hebben wij dit gebouwd en hebben we hier wat extra dingetjes toegevoegd. Ik ga tijd doorspoelen. In de tweede of eerste episode hebben we dit gemaakt, het treinstation. En die werkt hartstikke prima. Nou wordt best vaak gebruikt. Dus dat is mooi. Dus kijk maar, hier gaat gewoon nog een trein, die is helemaal vol. Dus worden zeker weten goed gebruikt. In deze episode wil ik een beetje gaan werken aan de industrie, nou ja, aan het toerisme. Hier al langs de kust eigenlijk van dit, ja, ik weet niet of het nou echt een meer is. Ja, het is voor mij wel echt een zee waar we aan zitten. Hier wil ik een beetje gaan beginnen in dit gebied hier met de toerisme. Met het toerisme. Dat is met de After Dark meegekomen. Ik zal even kijken, hier zie je ook gebieden. Als je het kan specificeren, kan je Leisure, even kijken, no commercial en tourism. Dus gewoon toerisme kan je echt gewoon een gebied van maken. Dat wil ik ook gaan doen. De assets doen nog steeds niet. Ik heb echt geen flauw idee waarom ze het niet doen. Ik ga volgende keer nog wel extra proberen. En met het toerisme wil ik ook allemaal dit soort dingetjes gaan praten. Zoals een marina. Ik zal even kijken. Kijk, allemaal van dit soort dingetjes. Het ziet er toch super tof uit. Gewoon van die bootjes. Voor toerisme als je lekker wil gaan rondvaren. Maar we gaan eens eventjes kijken. Hoe gaan we dit doen? We gaan hier een afslag nodig. Moeten we opletten dat we deze weg door kunnen laten lopen. Voor als we hier naartoe willen gaan uitbreiden. Dus we hebben dit. Laat gewoon een normaal weggetje pakken. Even kijken. Kijken wanneer we een beetje 90 graden hebben. Zoiets. Lijkt me. Ja, zoiets. Het zal ongeveer 90 graden zijn. Die mod die dat aangeeft hoeveel graden het precies is. Die is niet geïnstalleerd. Of nou ja, die is wel geïnstalleerd, maar die doet het niet. Dus we kunnen het niet zeker weten. Maar we moeten het maar een beetje gokken dan. We maken een apart gebied voor het toerisme. Omdat als je hem in een ander gebied plaatst. Waar gewoon mensen wonen. Dan krijg je heel veel geruidsoverlast. Omdat dat gewoon zorgt voor geruidsoverlast. Willen high density. Willen we gewoon hebben. Puur dat dit. Hier nog een dingetje erbij. Gaan we de tijd door laten spoelen. Eerst direct de tijd aan het trekken. Dat kunnen we vanaf hier doen. En dan hebben ze natuurlijk ook nog water nodig. Dat is een kwestie van een paar pijpjes onder de grond leggen. En dan hebben ze ook gewoon water. Gaan we even kijken. Want dan komen ze dus gewoon hier binnen. Ik zal het even iets sneller zetten. En dan komen hier alle gebouwen. Dan willen we ze natuurlijk even zorgen dat het onder toerisme. Trouwens, ik moet dit even dit gebiedje maken. Ik doe maar deze medium brush. En als je hem over de weg houdt, die brush, dan gaat hij over. Dan pakt hij hem vast eigenlijk. Dus dan kan je een perfect gebiedje maken. Want anders krijg je natuurlijk van die hele aparte gebieden. En zo werkt het echt perfect. Hoppakee. En dan dit. En dan trekken we deze uit nog even door. Langs de weg. Want we willen hier natuurlijk ook nog wat. Beetje uitbreiden. Ja, dit ziet er wel anders uit. Maar we willen natuurlijk die andere stukjes van hier. Die willen we ook zorgen dat die gewoon om toerisme vallen. Klik hier erop. Toerisme. Hoppakee. En dan hebben we dat gedaan. Even deze wegzetten. Policies. Kijken of het nog handig is. Deze parks. En recreation. In dit gebied zouden we eigenlijk wel free transportation kunnen doen. Dat zouden we kunnen doen. Deze. Oké. Erbij. Wat kunnen we doen? Dit is snel laat. Nootjes. Kijk. Ja, ik denk dat het wel prima is. Voor dit gebied. En er komen al gekke wolkenkrabbers. Eigenlijk door. Ja, het zijn best wel vette gebouwen. Het zijn allemaal hotels waarschijnlijk. Ja. Fiesta Hotel. En dit is het Hotel Intercontinental. Dan willen we eventjes wat mooie dingetjes erbij gaan zetten. Jetski Rental. Moeten we natuurlijk ook hebben. Wat hebben we nog meer? Dit is een Riding Stable. Die kunnen we wel een mooi gebiedje hier achter maken. Dat je daar met al die bomen eromheen. Dat gaan we zo meteen wel doen. Skatepark. Wil ik eigenlijk even hier hebben. Dit gebied, die hebben eigenlijk helemaal niks. En dan plaatsen we hier een mooie. Kijk eens aan.
We zijn een skatepark. En kijk, daar gaan er mensen gebruik van maken. Ja, daar zijn gewoon mensen aan het doen. Je wordt wel een beetje duizelig als je daar de hele tijd rondjes blijft draaien. Oké, dit is wel iets wat ik weet. Ik wil eventjes een politiebureau neerzetten. Want het gaat aardig wat... hoe heet het opleveren? Nee, trouwens een hele slechte praat. Oké, het gaat aardig wat dieven opleveren. Dat weet ik wel. Zo, dan zat hij aan de weg. En dan heeft hij eigenlijk nog water en elektriciteit nodig. Zo. Oké. Redden we het daar? Zo. Ja, top. Dan krijgt hij elektriciteit. Dan heeft hij nog wat water nodig. Want dan krijgt hij net niet. Maar dan willen we dus eigenlijk dat het allemaal een beetje... Dat hier dus eigenlijk... Wat we eigenlijk beter kunnen doen. Is die weghalen. En dan zo'n soort zandweggetje. Als je die nog hebt. Ja, kijk deze. Het ziet er wat cooler uit. Ja, en dan doen we die gewoon helemaal langs de kust. Even kijken, hoe gaan we deze doen? Misschien een stukje korter en dan zo'n bochie maken. Oké, en dan het hele stuk. Nou, okay. En een soort bochie maken. Oké, deze zo. Zoiets. Kijk, dan is hij ook aangesloten op de weg. Het ziet er wel cool uit. En dan buigen we hem heel rustig terug daarin. Dan hebben ze wat water nodig. Volgens mij. Of niet. Heeft hij al water? Die heeft al water. Dan kunnen we hier wat dingetjes aan gaan maken. Even kijken of dit een mooi tunneltje is. Even kijken. Zo. En dan zo. Ja, dat is een prima tunnel. Hebben we die ook weer gemaakt. Even snel. Dit heeft elektriciteit nodig. Dus dan gaan we ervoor zorgen dat die elektriciteit heeft. Die kabels zullen op een gegeven moment wel weggaan natuurlijk. Maar dan willen we dus een soort stables hierachter gaan maken. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet, want deze weg loopt er. Hoe gaan we dat doen? Ja, geen flauw idee. Ik weet wel dat ik eventjes wat meer woningen ga maken. Dus even kijken. Een soort van dit gebiedje hier tussen opvullen gaan we doen. Is de rechte weg. En dan kunnen we nog wel zorgen dat dit er allemaal wat meer woningen zijn. Daar tussen kan eigenlijk ook nog wel zo'n weg. Woningen kunnen. Praten we hier wat woningen. Dit worden nog gewoon normale woningen. En deze moet ik even weghalen trouwens. En hier komen dan allemaal high residential woningen. Hier komen mensen allemaal. Maar van deze kant wil ik het niet. Vanaf daar. Alleen op dit stukje wil ik dat er mensen gaan wonen. Oké, zo. En dan hebben we dit gebied. Die moet ook nog. Daar moet ze ook gaan wonen. Een heel stuk erbij waar mensen kunnen gaan wonen. Die moet even weg. En zo, hoppakee. Kijken of dat water een beetje goed zit. Nou, hij moet er nog ietsje verder. En dan is ook overal water. Kijk, daar gaan ook mensen wonen. Dus ik moet even een beetje uitbreiden. Kijk eens aan. Er is ook allemaal water. En dan gaan we het een beetje zo volbouwen. Want hier komt een beetje dat grote gedeelte. En dat hebben ze nodig. We hebben workers nodig. En ze hebben hiervoor educated workers nodig. Dus we gaan een school bouwen in dit gebied. En kijk, hoe staat het eigenlijk met geld? Dat is nog 5000. In de plus. Dan bouwen we die er ook nog bij. Dus dan gaan we goed opgeleide mensen krijgen in de stad. Het ziet er al super tof uit als je zo doorheen gaat. Met al die flats en gebeurtenis die er en appartementblokken die tussen zitten. Alle parkeergarages of alle parkeerplaatsen staan erachter. Alleen, hoe kunnen ze eruit? Dat is alleen niet over nagedacht hoe ze eruit kunnen. Ze kunnen wel een auto parkeren, maar ze kunnen er niet uit. Dat is jammer voor ze. Maar het zal wel goed komen. Kijk, hier staat een groot appartementenblok. Ja, kijk eens aan. En ze hebben echt hier educated workers nodig. En die komen er wel aan. Alleen aangezien wij hier, hoe heet het hebben, toeristen, zullen ook aardig wat... Kijk, wat is dit? Harbor. Dit kan ik maken. En zo heel veel geld. Vliegtuig kan ik
vliegveld. Bedoel ik, kan ik ook maken, kost 4.500 euro. Ik kan het net niet betalen per maand. Ik denk ook niet hoe handig is. Ik denk dat we wel gewoon een metro systeem willen gaan maken voor de toeristen. Dat laten we kijken. Zoiets. En dan gaan we eventjes een freeform tool pakken en dan gaan we gewoon iets minder zoiets. En dan buigen we hem zo een beetje hier onder langs. En dan maken we hem een beetje zo. En dan gaan we hier nog ergens een station plaatsen. Daar ook. En dan hier ook nog eventjes in het midden ergens. Nee, kunnen we niet. Nee, dan moeten we gewoon even hier ergens hebben. En daar. En dan gaan we deze een beetje aan elkaar verbinden. En hebben we eventjes dus alle stukken en metro open. Ja, het maakt niet zo uit als het maar werkt eigenlijk onder de grond. Het hoeft niet echt mooi uit te zien van mijn part. Want ja, we zien het toch niet. Ja, het ziet er niet helemaal perfect uit. Alleen, we moeten het er maar mee doen. En dan pak ik deze. En dan ik doe een beetje zo. En dan pakken we deze zo vast. En dan hebben we een soort loopje onder de grond. En dan doen we gewoon zo. Naar daar. Naar daar. En dan weer naar daar toe. Dus dan hebben we één lijn. En als we er even op klikken. Oh, nee. Shit. Wat heb ik nou gedaan? Heb ik nou de lijn weggehaald? Nee, toch? Metro. En dan is het zo van. Ik snap even niet wat ik heb gedaan. Kijk eens aan. Deze ook niet. Oké, nu zijn alle lijnen weggehaald. Nu gaan we even een nieuw maken. De mensen zijn niet blij. Alleen, ja, dat is eigenlijk niks aan de hand. Het ijs is nog steeds gewoon. Kijk eens aan. Complete line. Kunnen we instellen wat voor kleur die heeft? Toeristen, doe maar zoiets. Een beetje een iets meer blauw van maken. Oké, we willen een dag en nacht voor ze hebben. Kijken. Ja, ik heb voor mij geen andere dingen. Nou, metrolijnen, die zijn toeristen eigenlijk. Laat ik hem eraf noemen. Dan weten we dat dat gebied voor de toerist is, die baan. Zouden we ook nog in principe een treinstation kunnen maken. Kijk, zijn we aan het vol laden. Volgens mij is er net eentje weggegaan. Kijk eens aan. Deze gaat helemaal vol, waarschijnlijk. Deze ook spullen mee. Ja, die heeft redelijk wat spullen mee. En die zijn dan voor de fabrieken die hier zitten, die grondstof nodig hebben, die ze hem hier vandaan halen. En dan gaat hij weer weg. En dan zit hij ook weer vol. Kijk, en je ziet dat er aardig wat auto's gewoon rijden constant. Dus het is goed gelukt op deze manier. En ik zie dat we hier garbage nodig hebben. Alleen volgens mij redden we dat makkelijk. Alleen lukt dat niet. Dus wat ik ga doen. Zo. Hoppakee. En één baans weg. Dus vanaf hier kunnen ze ook daar naartoe. Maar als ze terug willen, moeten ze helemaal omrijden zo. Maar dan kunnen ze daar wel garbage. Kijk, dan is het daar ook gewoon goed gecoverd. Dus kunnen ze daar gewoon goed komen. En garbage is hier voor mij ook wel prima. Ja, net aan het randje. Dan moet ik even kijken hoe het met onze gezondheidszorg gaat. Daar twee klinieken. Dat moet goed komen. Crematorium ligt daar. Gaat ook prima. Brandweer, ja, is niet echt optimaal. Dus het plaatsen om eentje in het midden. Volgens deze per week. Even kijken. Ik zou er ook zo eentje tussen kunnen gooien. En dat ga ik ook gewoon doen. Want dan weten we zeker dat we voor de toekomst daar goed mee zitten. Elektriciteit. Die heeft dan een klein dingetje nodig. Ik ga trouwens even een asset downloaden. Kijken of die het wel doet. Dat we niet steeds een lijn hoeven te trekken. Maar dat gewoon een klein blokje in je kunnen zetten die de energie verbruikt. Die je niet ziet of van die ondergrondse. En hier was ik al een beetje bang voor. Het water is trouwens op. Dus we moeten even naar het budget toe. Kijken of er nog meer. Kijk eens aan. We moeten even op 100. Elektriciteit. Ja, ik weet niet hoeveel elektriciteit we produceren op dit moment. Ja, dat zit er ook op het randje. Dus de elektriciteit gaat ook gewoon naar 100 toe. Kijk eens aan. En dan zitten we daar goed. En dit was ik al een beetje bang voor. Dat ze hier de gebouwen eigenlijk. Kijk, als ze even zo'n 1 minuutje niet gebruikt zijn, zien de gebouwen er zo uit. Heel realistisch natuurlijk.
En was ik een beetje bang voor dat het gewoon, waarom zijn ze eigenlijk gestopt? Nou, dat staat er niet eens bij. En mijn muis doet het niet, dus moet ik even kijken. Doet hij het nu wel? Ja, nu doet hij het weer. Wij moeten al die gebouwen gaan verwijderen. En die mod doet het ook niet, die ik had gedaan dat dit allemaal verwijderd wordt. Oké. Okay. Het staat hier. Oké, okay, die is nu ook verraten. Nou ja, het gaat goed komen, want we krijgen goed opgeruide mensen. Waarom hebben we geen elektriciteit? Oh, omdat hij dit net niet heeft. Oh, dat is jammer. Voor mij heeft het hele gebied geen elektriciteit. Alleen deze moet eentje verder. Als ik dan ga, dan krijg ik de elektriciteit. Krijg het hele gebied elektriciteit. En dan heeft alles weer elektriciteit. En ze gaan gelijk nieuwe dingen bouwen. Dus het is wel een gewild plekje. Ik ga nog eventjes een parkje ertussen gooien. Waarom ook niet? Het is gewoon, nou ja, het hoort hier eigenlijk niet. Dus ik ga eens verplaatsen. Hier naartoe. Kijk eens aan. Dat is daar niet bij. Maar dat hoort niet echt in dat gebied. Ik wil een soort praatzaal of zo hebben. Is dit niet? Ja, oké. Dit is wel een goede. Dit is gewoon een praza. Die past eigenlijk net niet. Maar praten we nog maar zo. Ja, praten we die daar. Past wel mooi bij. Een beetje een luxe dingetje. En dan denk ik dat het voor deze episode wel prima is geweest. Ik ga nog één zo'n dingetje tussen praten. Kijken of we daar nog iets fijns of cools mee kunnen vinden. Beach football. Oké, okay. Kunnen we dat ergens praten? Ja, deze kunnen we hier plaatsen. Maar die gaan we daar niet plaatsen. We gaan iets anders plaatsen. We gaan hier een restaurant pier. Laten we die maar gewoon pakken dan. In het midden ervan. Dan kunnen ze daar lekker uit eten. Op dit ding heeft alleen water nodig. En dan dank je voor het kijken. Vergeet niet te liken, te favoriten, te abonneren. Ons te volgen op Twitter. @BobberGaming. En dan gaan we in de volgende episode zorgen dat dit gebied gewoon goed werkt. Snap de naam veranderen. Als het kan, ja dat kan. Of niet als mijn muis het doet. En dan noemen we dat in dus. Nee. Zo, toeristen. En dan gaan we volgende week voor zorgen. Als deze naam toeristen. We gaan volgende week voor zorgen dat dit gebied gewoon goed werkt. Dan krijgen we als het goed is goed opgeruide mensen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe episode. Later.